Heel goede avond iedereen. Bij ons zit Sual Demir aan tafel, Vlaams minister van Energie en Omgeving. Eens horen of zij ook zo enthousiast is over dat lokale klimaatplan dat Bart Somers vandaag gelanceerd heeft. Daarnet nog in ter zake, want je zou dat toch ook onder iemands duivenschieten kunnen noemen. Intussen gaat het van kwaad naar erger aan de grens tussen Griekenland en Turkije. Is het niet hoog tijd om die deal tussen de EU en Turkije eens goed te herbekijken? Daar ga ik met professor Mark Elgardus over praten. En dan zijn er nog de steeds natuurlijk de dag na Super Tuesday. Twee jonge knapen van bijna 80 gaan het uitvechten. Zo ziet het er naar uit bij de Democraten. In de Rooks en Wouter Verschilde allebei vannacht opgebleven. Een nachtje doorgedaan om te volgen. We waren aan het discussiëren wie het langste wakker is al. En wie er nog het beste uitziet. Ik heb wel even geslapen, moet ik toegeven. Hij ziet er ook de eeuwige student uit. Nachtjes door. Nee, goed. Welkom iedereen aan tafel en welkom weer thuis bij de afspraak. Eerst die verrassende zet van Bart Somers, minister van Binnenlands Bestuur in de Vlaamse regering. Ik ga er eerst de voorpagina van de morgen bij halen. Somers wil 1 boom per Vlaming planten. Wil geen 8500, maar 33.000 laadpalen installeren. Wil geen 32,6% vermindering van de CO2 tegen 2030, maar 40%. Hij wil dus beter doen, ambitieuzer zijn, zo staat er geschreven, dan zijn collega Sual Demir, die met haar plan voor Vlaanderen onder de Europese lat duikt, zo wordt gezegd. Mevrouw Demir, ik wist eerlijk gezegd vanochtend niet zo heel goed wat ik er moest van denken toen ik het las. Het is een beetje vreemd, toch? Hè? Nee? Vreemd, ik denk, en dat is wat ik ook van collega Somers begrepen heb, dat het toch vooral een framing is, hoe dat de krant dat aanpakt. Men spreekt over 2 klimaatplannen. Men probeert daar 2 spalt in te steken. Maar het lokaal klimaatplan, ook het feit dat de lokale besturen een doelstelling van 40% zouden opnemen, staat ook in het regeerakkoord, ook in het Vlaams klimaat. Energieplan, is dat lokaal klimaatplan ook een onderdeel van. Dus er bestaat niet zoiets als een tweede klimaatplan, maar het is wel zo dat het Vlaamse klimaatplan, dat de voltallige regering, want u zegt haar plan, nee, het is het plan van de voltallige regering, voorziet voor elke minister individueel, dus of dat dan nu gaat over mobiliteit, of landbouw, of voor mij energie en natuur bijvoorbeeld, of bij de gebouwen, bij collega Matthias Diependalen, voor elke van die ministers zijn er bepaalde doelstellingen, maatregelen, 350 maatregelen. En elke minister gaat daarmee aan de slag moeten. En collega Somers is ambitieus en ik hoop dat hem dat zal waarmaken. En dat is vooral belangrijk. Ik heb dat ook van in het begin gezegd. De totale doelstelling is -35% minder broeikas. Dat is, dat is wat Europa oplegt, hè? Dat is wat dat Europa voorlopig oplegt. Ja. Want Europa heeft een klimaatwet gestemd, dus ik weet niet wat dat Want in jullie plan staat 32,6%. Hè? Dat zit daar een beetje onder. Ja, dus de maatregelen die wij hebben, daar komen wij aan een 32,6%. Maar we hebben altijd wel gezegd, van binnen de 10 jaar willen we wel die 35% doelstelling halen. Goed, maar ik wil eerst eens even, want er wordt gezegd dat ze in nauw overleg, als dat zo in de krant staat, de minister van Binnenlands Bestuur, u bent de minister van Energie, is dat die communicatie, is dat in overleg gebeurd? Ja, bent u geschrokken als u vanochtend de krant zag? Ja, de framing van de krant, daar verschieten we wel aan. Vooral omdat men op zoek is naar de framing van de krant. En die 2 spalt, ook de edito die ik gelezen heb van Bart Eekhout, dat men spreekt over 2 klimaatplannen. Nee, er is 1 klimaatplan. Maar natuurlijk, de lokale besturen, Somers is bevoegd voor lokale besturen. En collega Somers gaat aan de slag moeten gaan. Maar wist u dat hij dat op die manier ging naar buiten brengen? Ik wist van collega Somers, maar ook van andere collega's, dat zij aan de slag gaan met hun maatregelen. En dat hij, daarover ging communiceren. Ja, en dat hij daar ook over ging communiceren. Maar, wat is er dan geframed wat niet klopt? Ja, het feit dat men duidelijk spreekt van dat er 2 klimaatplannen zijn. Het feit dat men zegt van er is hier een minister die ambitieuzer is dan de ander. Nee, dit is een doelstelling van de voltallige regering. Goed, maar als Bart Somers zegt in heel Vlaanderen wil ik 33.000 laadpalen met mijn burgemeesters en u spreekt van 8.500, dan is dat maal 4 ongeveer. Dan kom ik tot mijn punt. De doelstelling die je voorop stelt, moet je ook halen. In het verleden
is er veel te veel door mijn voorgangers doelstellingen vooropgesteld. Kijk maar naar de waterkwaliteitdoelstelling, luchtkwaliteit, grondkwaliteit, hernieuwbare energiedoelstelling. De doelstelling voor de laadpalen, excuseer dat je onderbreekt, de doelstelling van de laadpalen, die is door mijn voorganger vooropgesteld. Begrijp ik, maar dan is het geen... We halen dat zelfs niet. Dus vandaar dat ik wel zeg van kijk... wat dat in het verleden, die hoge doelstelling, men haalt ze niet. Men moet dan dat bijkopen, hè? Bijvoorbeeld hernieuwbare energie. Dat begrijp ik, maar ik ga u even onderbreken, dan want dan is het wel, dan is het geen framing van de krant. Hè? Als zij zeggen, het zijn zoveel laadpalen die Somers wil realiseren. U zegt, ja, dat is niet aan, maar dan is het geen framing van de krant. Of... Nee, ik zeg gewoon dat de collega, dat ik dat goed vind dat hem ambitieus is, maar dat, dat hij het wel moet waarmaken. En dat is waar dat het in het verleden altijd wel wat aangevoerd. Exact dezelfde discussie die jullie hadden toen het plan bij Europa moest afgeleverd worden, want ik herinner mij dat er toen een extra tijd gekocht is, toen ze een weekend overgaan om dan opnieuw maandag samen te komen. En dat was exact die discussie waar N-VA eigenlijk zei van ja, we willen het toch wat lager, wat realistischer zetten, terwijl Open VLD dat hoger wilde. Dus je kan het, denk ik, de media moeilijk kwalijk nemen dat het dezelfde verhaallijn is die naar boven komt. Hè? Dat jullie toch iets kritischer staan tegenover die Europese plannen. Ja, Frans Timmermans heeft met die Green New Deal iets heel ambitieus neergelegd, hè, voor Europa. Kan je toch niet ontkennen dat N-VA daar iets meer naar kijkt met een kritische blik dan uw regeringspartners? Dat weet ik niet. Wij hebben daar op die Green Deal en ook op de betalingen uit het Just Transition Fund hebben wij vanuit de Vlaamse regering daarop gereageerd. Mm-hmm. Dat bijvoorbeeld het geld dat Vlaanderen krijgt, dat is 0 euro vanuit mm-hmm. dat fonds. Dat was Limburg, het standpunt Limburg van heeft het... vroeger hoeveel honderden miljoenen gekregen? Ja, maar vooral de duidelijkheid. Dus Limburg heeft 600 miljoen gekregen voor de transitie van steenkool naar energie. Mm-hmm. Maar Henegouwen heeft 1,6 miljard toen gekregen, ook om dezelfde transitie te doen. En wat zien we van vandaag de dag dat Limburg daar staat. KMO's zijn erbij gekomen. We zitten goed. Henegouwen helemaal niet. En dat is het onrechtvaardige aan het verhaal. Dat Europa nu zegt, kijk, het geld dat België krijgt, dat gaat alleen maar naar Henegouwen gaan en naar geen enkel andere provincie. Ik wil straks nog terugkomen. Ik wil straks nog terugkomen op uw plan, hoor. Maar wat, als u dat leest in de krant, want Bart Somers zegt wel, we moeten ambitieuzer zijn. Wringt dat toch niet een beetje, vraag ik mij af. Zegt dat iets over de sfeer tussen uw partij en de liberalen, die, laat ons eerlijk zijn, niet altijd even optimaal is geweest de voorbije weken en maanden? Nu, in de regering hebben we altijd heel collegiaal samengewerkt. Ook dat Vlaams klimaatplan, en dat is hetgeen dat gestemd is, want het lokaal klimaatplan van de lokale besturen, dat moet nog komen. Het Vlaams klimaatplan is gestemd. Daar is de doelstelling heel duidelijk. We gaan binnen 10 jaar min 35% hebben. En als collega Somers zegt van ja, ik ga wat extra bomen voorzien, ik wil meer laadpalen, ik wil qua renovatie ook iets meer. Oké, fijn, maar ik ben de coördinerende minister en ik zal met de rekenmachine wel moeten de komende jaren tellen. En dan u zegt dat, ook... hè, coördinerende minister, maar we zitten met 4 ministers om te beginnen. En nu krijg je er, want dat is toch de indruk als je dit allemaal leest, krijg je er 300 burgemeesters bij die ook nog eens zijn. Want in Antwerpen, Bart Wever, die zegt we gaan voor 50% CO2-reductie. In Torhout is het 40%, dacht ik. Met hoeveel klimaatministers zitten we intussen? Als je klimaatvraagstuk wilt oplossen, dan moet je wel met z'n allen aan het werk gaan. We hebben de lokale besturen nodig, we hebben de bedrijven nodig. Maar dan helpt we de communicatie van middenveld vandaag nodig. Toch niet? Er is geen communicatie geweest. Ik zeg vandaag, van kijk, dat is een framing van de krant. De doelstelling is heel duidelijk. Dat de lokale besturen die 40% willen doen en dat collega Somers daar ambitieuzer in is, goed. Het is hopelijk dat we dat ook gaan halen. Want hoe meer, hoe beter. Maar belangrijk is ook het financiële vraagstuk. Ja. Want het moet natuurlijk wel betaalbaar zijn. Maar u voelt zich niet dat er onder uw duiven geschoten nee, is? Nee, helemaal niet. Ik vind het zelfs fijn dat collega's zo ambitieus zijn. En ik hoop echt wel dat we... Want we gaan dat ook monitoren. Elke bevoegde minister zal ook dat trekken. Ook bijvoorbeeld voor landbouw. De landbouwuitstoot zal ook naar beneden gaan. Dat is ook collega Crevici daarvoor bevoegd. Die is ook die zei daar straks trouwens, ik begrijp best, dat mevrouw Demir not amused is. Ja. Was u not amused? Not amused, dat is nu wel een groot woord. Ik moet zeggen, ik ben daar heel nuchter in. Ik heb veel te veel werk. Ik heb echt wel vandaag zelfs niet te veel tijd gehad om daarbij stil te staan. Een beetje not amused? Nee, ik hoop gewoon dat we het halen. U zit daarop te hinten. Ik probeer vissen naar wat u echt voelde vanochtend. Ik hoop vooral dat we het gewoon gaan halen. Want nogmaals, in het verleden zijn er heel hoge doelstellingen gezet en die zijn niet
gehaald. En de mensen zijn dat ook wat beu. Op den duur geloven de mensen ook niet meer van, ja, gaan we daar wel nog in slagen? Dus ik ben daar, laat ik zeggen, realistisch. Ja, goed. Ik ga toch even bij de Politiek Watcher horen, hè. Wouter. Wat ik weet niet hoe vaak dat gebeurt, dat de ene minister binnen de Vlaamse regering op het erf van de andere komt en dan ook nog eens zegt, ik ga dat en dat en dat hier neerpoten. Sta me toe om te zeggen dat er in die korte tijd nu van de nieuwe Vlaamse regering al heel wat gebeurd is. Misschien niet altijd even positief. Herinner je, ze zijn gestart met het idee van sterke Jan. Jan Jambon, die sterke federale minister, die ging een sterke Vlaamse regering maken. En dus misschien verklaart dat ook wel een beetje waarom N-VA vandaag geen zin heeft in nog eens een ruzie. Maar die Vlaamse regering, ja, laat ons eerlijk zijn, daar zijn wel al een aantal uitspraken geweest. Er is een heel felle ruzie geweest tussen Open VLD, Nationaal en N-VA. Eigenlijk nog recenter waar je naar verwees. En heeft wat mij betreft gewoon alles te maken met wat er federaal gebeurt. Hè. We zitten in... Ook dit? Ja, je kan al die spanningen tussen die twee partijen, niet loszien van heel het federaal schouwspel. Daar ga je eigenlijk op dit moment weer naar een kookpunt. Een nieuwe episode is bezig. Je hebt die twee onderhandelaars, Patrick de Waal en Sabine Laruelle. Waar ik van hoor dat ze eigenlijk wel dichtstaan tegen een plan om de federale regering te laten doorstarten. De bedoeling is eigenlijk een soort noodkabinet te vormen. Die coronacrisis is een perfecte aanleiding nu. Mm-hmm. En ja, dan zit je eigenlijk weer in het schema, het fameuze Vivaldi, of hoe je het ook mag noemen, maar daar zit geen N-VA bij. Dus daar komen groenen bij die de regering gaan versterken. Er komen socialisten bij, de PS die de regering moet versterken. Ja, maar hoe mag ik dit dan interpreteren? Dat Bart Somers zegt en Open VLD, kijk, dit, daar hebben wij nu zin in, we gaan dat gewoon doen. Want je zou je ook kunnen afvragen als dat... Dat klimaatbeleid, dat is voor Vlaanderen, België, voor Europa. Waarom communiceer je het niet samen? Als het toch iets is wat jullie... Want jullie zeggen allebei, ik heb Bart Somers dat daarnet ook horen zeggen, we doen dat zij aan zij, dat schouder aan schouder. Waarom communiceer je het dan niet samen? We hebben dat ook gedaan toen dat klimaatplan... toen dat we daar een akkoord over hebben in de regering, hebben wij ook ook voor de eerste keer een voltallige regering die daar een persconferentie heeft gehouden. Omdat dat klimaatplan ook... we hebben geen klimaatminister, want ik ben de coördinerende minister... We hebben met een voltallige regering, elke minister die bevoegd is binnen zijn of haar domein, heeft die maatregelen gecommuniceerd. En toen heeft collega Somers ook inderdaad gecommuniceerd van kijk, ik ga met de lokale besturen aan de slag gaan. Nu zetten we die doelstelling ietsje scherper. Waarom doet hij dat volgens jou? Om dat alleen in de markt te zetten? Ja, ik kan natuurlijk niet in het hoofd van Bart Somers kijken. Er is een precedent. Jij kan dat wel. In de zin van de vorige regeringsperiode hebben we de figuur van Chris Peeters gehad. Chris Peeters die eigenlijk rebel was in zijn eigen regering, die ja, een beetje als franc-tireur, als sluipschutter schoot binnen de eigen rangen. En je hoort dat wel in de wedstrijd, dat er gezegd wordt, ja, is Bart Somers nu de nieuwe Chris Peeters? Is hij de man die eigenlijk van binnenuit de rebellie gaat leiden? Herinner je, hij was de eerste die voor Paars Groen kwam pleiten, terwijl hij zelf in een kabinet zit met de N-VA Vlaams. Maar dan moet ik je wel eerlijk ook toegeven dat als je dan zelf met hem praat, als je een beetje hoort binnen de partij, dat dat eigenlijk toch niet helemaal de bedoeling is. Bij Open VLD is er ook het einde van het tijdperk, Gwendolien Rutte, die zelf een heel moeilijke relatie had en heeft met N-VA, met Bart De Wever. Goed, je hoort ook wel bij Open VLD dat ze die bladzijde willen omslaan, dat er straks andere leiding komt en dat niet de bedoeling is om eeuwig te dagen te gaan ruzie maken met de N-VA. Maar nogmaals, alles heeft wat mij betreft te maken met hoe die puzzel federaal valt. Hè. Wie stapt daar in de regering? En is dat de regering zonder N-VA? Ja, dan krijg je toch sowieso gigantische spanning. Maar hoe leg je dan heel concreet die link met nu... Wat? Politiek loopt over in elkaar. Hè. Bart Somers is gewoon een van de bondgenoten van Gwendolien Rutte. Vanaf het moment dat hij de vice-minister-president mocht worden in de Vlaamse regering. Dat is een rechtstreekse lijn. En dus, ja, zij zit op die lijn van paars-groen. Hij is daar mee opgegaan. Dat is toch heel evident. Ja. Goed, mevrouw De Meer, morgen, hoe heet het, de Leefmilieuraad van de Europese Unie? Ja, wat staat daar? Want u gaat daar naartoe. Uiteraard. Wat staat daar op het programma? Dus ik ga daar naartoe namens België. Dus we hebben een rotatiesysteem. Het is nu aan... Met de vier ministers. Ja, voilà. Maar we gaan daar niet met de vier ministers naartoe gaan. Het is nu Vlaanderen die het voorzit. De klimaatwet staat op de agenda. Ook de Green Deal staat ook op de agenda. En ik heb ook begrepen dat er een voordracht of zo zou zijn van Greta Thunberg. Ja.
Men gaat niet met haar praten of... Ja, ik sta mij toe om te zeggen dat ik het wel wat vreemd vind. Dat men... Oké, dat is allemaal marketing, denk ik. Dat men Greta Thunberg laat komen op zo'n Europese leefraad. Ja, men moet natuurlijk die klimaatwet en de Green Deal zien te verkopen aan de lidstaten. Dat is zo precies van, ja, we hebben de tiener nodig om iedereen wat goed gestemd te maken. Maar ja, ik heb ze vandaag ook gezien. Ze was heel kwaad. Ze zal inderdaad de mantel uitvegen. Dus ja, ze was vandaag, heb ik ook gezien, ook heel kwaad. En dat is net ook mijn punt. Wij moeten echt wel, als we vooruitgang willen boeken, en ik ben daarvan overtuigd, want ik ben echt wel begaan met de omgeving. Dat is breder dan natuur. Dus wij moeten inderdaad wel met die broeikasemissies naar beneden gaan. Mm-hmm. En we moeten dat ook met z'n allen doen, maar we moeten vooral zien dat we steun hebben voor dat plan. En als ik Greta zie, altijd negatief, ook Anouna de Wever ook, altijd zeer negatief, heel weinig hoopvol. Ja, dat is niet goed. Als misschien is dat omdat politici heel vaak onder de lat duiken. Maar, ik weet het niet. De klimaatneutraliteit. Europa spreekt over klimaatneutraliteit. Ja. Zelfs dat is blijkbaar niet goed. De vraag is ook de financiering. Maar bijvoorbeeld, als het over Vlaanderen gaat, wij gaan voor 85% reductie, niet voor neutraliteit tegen 2050. Hè. Klopt. Dat is toch altijd een klein beetje eronder. Ook dat is een beslissing van de Vlaamse regering. En waarom gaan we dat doen? Dus Europa wil klimaatneutraal zijn, maar dat wil niet zeggen dat elke lidstaat of elke regio klimaatneutraal moet zijn. Sommige lidstaten zijn groot, er is weinig industrie, die gaan dat halen. Vlaanderen is dicht bevolkt, veel industrie, dus ik denk echt wel als we... tegen 2050 min 85% halen, dat is ook zo goedgekeurd, dat we echt wel al goed bezig zijn. Mm-hmm. En nogmaals, ik zou hier perfect van alles kunnen beloven. Hè. Ik zou kunnen zeggen, 2050, ik ben dan niet verkiesbaar, ik besta dan waarschijnlijk niet meer, politiek gezien. Dus ik zou echt beloftes kunnen doen van hier tot Tokio. Maar ik doe dat niet, want mensen geloven dat ook niet meer. Dus stop daar ook mee. Laten we positief zijn, laten we ook hoopvol zijn. De technologie en de innovatie. En laten we op die manier vooral ook steun vinden. Ja. En ten slotte, dat wil ik nog heel kort zeggen, dus de klimaatwet staat ook op de agenda. Dus dat is Frans Timmermans zijn klimaatwet. Het is de bedoeling dat het juridisch wordt. Belangrijk is wel wat dat daarin staat en welke doelstelling dat hij wilt opleggen aan Vlaanderen. Want als hij zegt van ja, maar Vlaanderen moet veel meer doen, dan stel ik wel voor dat hem zich hier verkiesbaar ook komt stellen. Want dat is wel een gevaarlijke precedent, vind ik, dat Europa gaat komen opleggen, bindend. Waarom lacht je zo, meneer Delgardus? Maar dat is gemaakt, ik vind dat een pertinente opmerking natuurlijk. Men moet me communiceren met de bevolking. En er is een mate van steun voor de bevolking nodig. Ook als alle experts zeggen dit is absoluut noodzakelijk, moet men het draagvlak creëren. Absoluut. Anders lukt dat ook niet. En 2050, let op, hè, want Mark Eiskes en Willy Klaas zijn ook zeer lang meegegaan. Ja, maar dat zijn niet echt mijn voorbeelden qua politiek. Maar het is nog niet zo goed. Nee, we gaan de andere keer, want we kunnen ook de klimaatdiscussie. We gaan ze nog wel een paar keer kunnen voeren, denk ik. We gaan... naar een stukje miserie, vrees ik toch wel. Menselijke en politieke miserie aan een van de buitengrenzen van de Europese Unie. Aan de grens tussen Griekenland en Turkije. Het verhaal is u wellicht bekend. Erdogan die zegt dat de deur naar Griekenland openstaat. Duizenden migranten in Turkije die hem geloven. Met alle gevolgen van dien aan de grens. De Verenigde Naties spreken dan zelfs van weerzinwekkend geweld. Spanning, met andere woorden, tussen de Europese Unie en Turkije. Vandaar deze ontmoeting tussen Charles Michel, de nieuwe president van Europa, en Tayyip Erdogan, al een tijdje de president van Turkije. Ze hebben vandaag samengezeten, professor Elgardus, professor emeritus moet ik zeggen, socioloog. Het is misschien een beetje naïef om te denken dat die twee het daar gaan oplossen in hun kort onderhoud, maar ik begrijp wel, er is terug uitgesproken, die deal die 4 jaar geleden is afgesproken, dat is uit die meeting wel gekomen. Ze hebben hun wederzijds engagement wel opnieuw uitgesproken. Ja. Dus de Europese Unie heeft eigenlijk onmiddellijk gereageerd op de opstelling van Erdogan, dat hij zei, ik ga de grenzen openstellen, met te zeggen, we nemen aan dat de deal toch blijft bestaan. En dat is wat Michel vandaag is gaan bevestigen, de deal blijft bestaan. Mm-hmm. Persoonlijk vind ik die deal heel belangrijk en is noodzakelijk. En we hebben onmiddellijk gezien, wanneer de deal niet meer wordt gerespecteerd, welke menselijke miserie dat uitlokt. Hè. Want we moeten daar realistisch in zijn. Hè, voor de betrokken vluchtelingen en migranten
is dat diepe menselijke miserie. En aan de andere kant zitten we in Griekenland met een situatie waar op de eilanden bijna een revolte uitbreekt, waar groot protest is tegen de uitbreiding van de kampen of het oprichten van een nieuw opvangcentrum. En waar mensen bijna gewapenderhand zich gaan verzetten. Dus dat is een niet houdbare situatie. Er zijn twee kanten daaraan. Aan de ene kant kan men zeggen, ja, Erdogan mag zoiets niet doen. Dit is het gebruik van migranten als een oorlogswapen. Dat wordt inmiddels bestudeerd. De Amerikanen hebben daar al een uitdrukking voor. De weaponization of migration. Het ombouwen van migratie tot oorlogswapen. Dat is niet nieuw. De onderzoekers die dat bekijken tellen tussen de 70 en de 80 voorvallen van die aard sinds het vluchtelingenverdrag van 1951. Heel recent hebben we een ander gehad, Iran, die de Europese Unie zegt van kijk, we willen dat jullie iets meer doet om die boycot te verlichten, want anders zullen wij de Afghaanse vluchtelingen die wij hebben, zullen we moeten laten gaan. Dat is hetzelfde als wat Erdogan nu doet, zegt u. En Erdogan doet nu hetzelfde. Hij heeft ook bij de vorige deal dat ook al gedaan. Dus alles komt neer op die deal. En er is veel weerstand geweest tegen de zogeheten Turkije-deal toen die gesloten werd. Maar de resultaten daarvan zijn uitermate positief. Voor Europa? Voor Europa. Voor iedereen. En voor iedereen. In de 12 maanden voor de deal, dus voor maart 16 was dat, in de 12 maanden daarvoor zijn 1100 en mensen verdronken in de Egeïsche Zee. In de 12 maanden volgend op de deal 81. En die 3,6 miljoen vluchtelingen in Turkije of migranten? Ja, die blijven er. De deal was, misschien is het nuttig van daaraan te herinneren, de deal was dat Europa geld zou geven aan Turkije om te zorgen voor de vluchtelingen. Dat zijn inmiddels 3,5, 3,6 miljoen Syriërs in Turkije. Om die mensen te helpen, om in te staan voor de verzorging ook van die mensen zou geld gegeven worden. Tweede element van de deal was dat Erdogan de grens zou bewaken, dat minder mensen zouden vertrekken. Derde element was dat de mensen die zouden vertrekken en toch nog naar Griekenland gaan, dat waren er 1600 per dag voor de deal, 1600 per dag gemiddeld, dat die in Griekenland zouden hun asielaanvraag, als ze een asielaanvraag deden, zou behandeld worden. En degene met geen enkele kans op asiel, die zouden worden teruggebracht naar Turkije. In ruil voor elke persoon, dus illegale vluchteling dan, illegale migrant moet ik zeggen, die teruggebracht werd naar Turkije, zou één persoon uit Turkije hervestigd worden in Europa. Dat is de deal. Nu, als men dan bekijkt de eerste 3 jaar van die deal waar een studie is die geëvalueerd heeft, ja, dan is het toch wel in grote mate een succesverhaal geweest. Van 16 tot 19 is dat dan, hè? 2016. Ja, dat is van 16 tot 18, tot eind 18. Ja, heb ik, en inmiddels zijn de cijfers van 19 ook bekend. Hè, maar dus van 1600 per dag mensen die arriveerden op de Griekse eilanden, wat Griekenland niet aankon, is dat gereduceerd tot ongeveer 80 aanvankelijk. Dat is nadien terug opgelopen. En dat heeft te maken met een beetje falen van eigenlijk die Griekse aanpak op de eilanden. Heel traag in de asielprocedure en onvoldoende mensen terugsturen. Van degenen die gekomen zijn, hebben ze 0,2% teruggestuurd. Dus bijna niks. Er zijn in het totaal overgans die periode van 16 tot einde 18 1800 mensen teruggegaan naar Turkije. Europa heeft zijn deel van het akkoord nageleefd. Niet alleen hebben ze 1800 mensen hervestigd, ze hebben 18.000 mensen hervestigd. 10 voor elke die is teruggegaan. Ook wat de centen betreft in die versoepeling van de visaregeling voor Turkse. Ja, de visaregeling is daar buiten gehouden. Ze hebben, dat wisten ze op voorhand. Ja, dat wisten wij. Ze hebben 6 miljard gegeven voor dus 4 jaar, moet ik zeggen. Dat is 1,5 miljard per jaar. Die zijn toch nog niet allemaal betaald, begrijp ik? Nee, dat is nog niet allemaal gestort, maar goed, dat zal wel gebeuren, neem ik aan. Maar dat is 1,5 miljard per jaar. Daar moeten we even bij stilstaan, bij dat 1,5 miljard per jaar. Want dat is ook iets hier, veel kritiek op Griekenland en op Erdogan. En ik ben akkoord met heel veel kritiek op Erdogan. Maar in dit verband heeft hij zijn woord gehouden. Met dat geld is er, ik denk aan 1,5 miljoen gezinnen, 20 euro per maand bijgegeven, boven wat Turkije kan doen.
Er is geld gegeven aan gezinnen die hun kinderen naar scholen sturen. Erdogan heeft 140 scholen gebouwd om die Syrische kinderen op te vangen. We hebben 1,5 miljoen medische onderzoeken gedaan, 700.000 vaccinaties enzovoort enzovoort. Er is heel wat gebeurd met dat geld. Mm-hmm. En er is veel kritiek geweest op 6 miljard. Hè. Dat lijkt veel. Hè. Als je het handig aanpakt, kun je daarmee president worden in de Verenigde Staten. Hè. Of maar, niet. Maar voor en, hè, Bloomberg zou het met u oneens zijn. Ja. 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 Straks nog over. Maar voor het opvangen van die vluchtelingencrisis is dat een peulschild. Hè. Dus Duitsland heeft in 15 en 16 voor de verwerking van de asielaanvragen en de opvang van asielzoekers en migranten 42 miljard euro. Dus dan zegt u eigenlijk, op dat vlak heeft Erdogan wel een punt. Zei je dat hij het misschien op de verkeerde manier maakt, ja, maar dat hij meer centen vraagt aan Europa. Ja. In ruil voor wat hij doet, dat is wel legitiem. Inderdaad, zo zou je het kunnen samenvatten. Dat is perfect. Ik vind het niet terecht dat mensen migranten als een wapen gebruiken. Hm. Dat gebeurt meer en meer. Ja, dat is eigenlijk toch wel de centrale kwestie. Dat is iets waar we ons tegen moeten verzetten. Hm. Maar Erdogan heeft wel een argument als hij zegt, kijk, ik heb 3,6 miljoen vluchtelingen hier in mijn land. Er staan meer dan 1 miljoen mensen voor mijn grens met Syrië. Ja, ik dat ergens mee dat in dat conflict in Syrië natuurlijk. Ja, precies. Ja, maar goed. Hij is wel een strijdende partij. Ja. Maar er is ook het politieke element gewoon. Als je zo gechanteerd wordt, want laten we dat toch noemen wat dat is. Het is puur chantage. De vraag is dan, moet je daarop ingaan? Want bij chantage, politiek gezien, is heel gevaarlijk. Als je dat president schept, ja, what's next? Was de volgende stap dan? Ik denk niet dat Europa daar een alternatief heeft. We hebben geen andere uitweg. Dat is de vraag. Dirk-Jan Epping zei hier aan tafel, behandel hem als een dictator, want hij gedraagt zich zo. Wat vindt u dat de houding van Europa moet zijn? Ja, ik vind Europa is heel ambitieus als het gaat over klimaat, maar als het gaat over asiel, sorry, we hebben al verschillende crisissen gehad in 2015. We weten dat. Oké, men sluit dan een akkoord met president Erdogan. Hij begint daar een conflict in Syrië. En het staat hem niet aan. Hij wil dan de steun afdwingen. Hij zet daar zelfs migranten, vluchtelingen in deze toch wel in. Ik vind dat gewoon goed kunnen. Dat is, goed, mevrouw Dumé, maar Europa legt dan ook alle eieren aan het mandje van Erdogan. Dat vind ik, maar ja, dat is mijn persoonlijk standpunt. Ik vind dat niet verstandig. Ik vind niet dat we ons beleid in zaken vluchtelingen moeten laten dicteren door wie dan ook. En maar zeker dat doe je wel niet als je door president Erdogan. Maar dat doe je wel als je een deal sluit. Die dat ineens zegt. Ja, maar die dan nu is wel gebleken dat hij ook niet altijd betrouwbaar is. Hè. Wat is het alternatief voor u? Wat zou een alternatief zijn? Ik vind dat Europa zelf moet kijken of dat men geen... Maar dat is geprobeerd, maar totaal mislukt. Onder meer door de landen in Oost-Europa. Ja, maar ook de opvang in eigen regio is ook niet echt door Europa of met Europese steun tot stand gekomen. En zou Frontex ook wat meer ondersteunen. Dat kan een heleboel dingen worden... Die verantwoordelijkheid van Europa. Er kan veel worden gedaan, maar wat Erdogan doet, is opvang in de regio. Ja, maar hij gebruikt dat nu als een heel groot dreigement. Hij is nu aan het chanteren. U complimenteert hem met het naleven van het akkoord. Maar hij zet dat akkoord nu wel heel hard onder druk. Hè, door te dreigen met mensen en mensen als een wapen. Dat hij heeft willen dreigen om... Meer geld te krijgen, dat hij wel zal krijgen. Ja, niet alleen meer. Nee, maar daarvan zegt u wel, het is legitiem, want dat kost bakken geld. Veel meer dan 6 miljard. Ja, maar hij wil ook wel meer. Hij wil ook een de-escalatiezone in Syrië. Hij wil meer dan geld dat hij wel zal krijgen. Hij wil meer geld. En ik vind dat er is absoluut een tweede Turkije-deal nodig. Ik denk dat Europa die deal nodig heeft. En ook met andere landen dan Turkije, als dat mogelijk is. Er zijn nog andere landen. Er zijn nog andere landen. En ik denk dat de som die we geven is heel bescheiden. Als we zien, in Europa geven we per jaar ongeveer 38 miljard euro uit aan de opvang van vluchtelingen. 38 miljard voor de... Schatting van het Internationaal Monetair Fonds. Dus die 1,5 miljard die we geven aan Turkije voor 3,5 miljoen of 3,6 miljoen vluchtelingen, dat is een peulschil. Dus dat mag gerust meer zijn. Maar zoals u zegt, het gaat hem ook om die gedemilitariseerde zone. Ja, en wie gaat die dan afdwingen? De NAVO gaat dat niet doen zonder VN-steun en dan stoot je op Rusland. Ik denk dat van Amerika afhangt. En ik denk dat dat de bedoeling is. Maar Erdogan wil meer dan alleen wat meer centen. En bovendien, we kunnen dan respect hebben bij wijze van spreken. Maar heeft Willy Klaas dan gelijk? Want die zei hier ook aan tafel, Europa gedraagt zich eigenlijk als een slappe vod en krijgt dat nu als een boemerang terug?
Ja, in zekere zin. Maar we mogen dat niet volledig toespitsen, vind ik, op Turkije of op eender welk ander land. Om natuurlijk, als men dit conflict bekijkt, om iets af te dwingen in verband met de gedemilitariseerde zone in Noord-Syrië, ja, dan heb je een dikke stok achter de deur nodig. En achter de deur bij Europa staat een hevige voorstander van mensenrechten die met het vingertje zwaait. Dat maakt weinig indruk op mensen als Poetin en Assad en Erdogan. Dus we zijn daar afhankelijk van eigenlijk Trump. En ik denk dat de bedoeling van Erdogan is van de Europese Unie aan te zetten om druk uit te oefenen op Trump voor die oplossing van die gedemilitariseerde zone. En dan kan men vragen stellen over het positieve of negatieve van die zone. Ik begrijp ook Assad dat hij daar schrik van heeft, want er zitten een groot aantal ISIS-strijders die een bedreiging zouden blijven voor zijn gepacificeerde zone, zoals die zone bestaat. Het was ook de afspraak met Rusland dat Turkije die mensen zou ontwapenen. Dat is niet gebeurd en dat is de reden waarom dat Assad aanvalt en dat Turkije en Assad tegen elkaar komen te staan. Ja, Assad heeft ook heel veel schrik van burgers die ook allemaal terroristen zijn. Ja. Maar u vindt conclusie, wat u betreft, die deal die er is tussen de Europese Unie en Turkije, waar nu toch eens het wederzijds engagement tussen Charles Michel en Erdogan is uitgesproken, dat vindt u op dit moment nog altijd de beste zaak? Ik denk dat dat in onmiddellijk de beste zaak is voor dat in stand te houden, maar we moeten meer doen dan dat. Ik denk dat wij ook een belangrijke opdracht hebben in Griekenland. In Griekenland zitten in opvangcentra met een capaciteit van 9000 mensen, 41.000 mensen vast. Meer dan centen en de middelen die nu zijn toegezegd door de Europese Unie. Ik denk dat we naar Griekenland mensen moeten sturen die hun kunnen helpen met het behandelen van de asielaanvragen en dat we actiever moeten hervestigen vanuit de Griekse eilanden. Want dat asielrecht komt nu ook onder druk. Naar Europa. Dat is nog complexer, want het is een heel complex probleem. Het asielrecht is onder druk door dit. Maar ook omdat natuurlijk 7 à 8 op de 10 van de mensen die in die stromen zitten, zijn geen vluchtelingen, zijn illegale migranten. En wij slagen er niet in van die terug te sturen. Dat is natuurlijk ook een reden waarom het voor Europa veiliger is van opvang in de regio te doen, omdat Europa er zelf niet in slaagt van een significante fractie van de uitgeprocedeerden of van de illegale migranten terug te sturen. Dus dat asielrecht staat op alle manieren onder druk. En als we daar geen oplossing voor vinden, als we niet meer van die deals krijgen zoals met Turkije, als we de illegale migratie niet weten te drukken, als we niet meer uitgeprocedeerde en illegale weer terug te sturen, dan vrees ik dat we gaan zien wat we hier op een brutale manier hebben gezien, het sluiten van die grenzen van Griekenland. Mm-hmm. En dat betekent dat die mensen die echt in aanmerking komen voor bescherming, dat die natuurlijk nergens geen bescherming meer kunnen aanvragen zonder hun leven te riskeren op een onverantwoorde manier. Wat is de conventie van Genève dan nog waard? Wel, die blijft dan in letter bestaan. Maar dat is weer een ander en moeilijk onderwerp. De conventie van Genève is op zich prachtig. Maar natuurlijk de jurisprudentie die men daar heeft opgebouwd maakt een degelijk migratiebeleid bijna onmogelijk. Dus ooit zal daar wel moeten gesproken worden. Ik denk niet over het vluchtelingenverdrag van 1951. Daar is niks mee mis. Zelfs niet over het protocol dat daar opgesloten is. Maar wel natuurlijk op de hele Europese regelgeving en jurisprudentie die daar rond gebouwd is en die migratiebeleid nagenoeg onmogelijk maakt. Goed. We moeten nog langs de Verenigde Staten ook, professor. Iets veiliger daar dan. Nog wel. Voor Super Tuesday, of toch the day after. Want daar spreken ze van de grootste comeback in de geschiedenis van de voorverkiezingen voor het presidentschap. Wie zal het van democratische kant opnemen tegen Donald Trump om de nieuwe president van de Verenigde Staten te worden? De kans dat Joe Biden zal zijn, de voormalige vice-president van Barack Obama, wordt een stuk groter. Hij is de uitgesproken winnaar van Super Tuesday, de dinsdag waarop voorverkiezingen worden gehouden in maar liefst 14 Amerikaanse staten. Gisteren was dat. Biden won in 9 van die staten. Bernie Sanders, tot gisteren nog de koploper, wint in slechts 3 staten. Dat is goed. Dus ik ben hier om te reporten. We are very much alive. Yeah!
Zo is dat in Rooks en Wouter Verschilde, buitenlandcorrespondent voor De Standaard en een fan van de Verenigde Staten ook, als je de nacht doordoet. Maar het is gedaan met, echt gedaan met lachen met Sleepy Joe, hè? Hij is helemaal wakker. Ja, zo werd hij genoemd door Donald Trump. We gaan al de pesterige bijnamen van Donald Trump overnemen. Maar dit is heel sterk, hè? Ja, maar het is... om van een comeback te spreken. Hij had South Carolina heel overtuigend gewonnen. Iowa, toch relativering bij een zeer kleine, zeer witte staat, heeft de hele tijd gezegd... het zuiden moet nog stemmen. Hij wist daar dat hij een Afro-Amerikaanse firewall zou hebben. Die heeft hij ook. Hij heeft bevestigd. Niet alleen bij zwarte kiezers. Dus het was misschien ook na 4 voorverkiezingen waarin minder dan 5% van de delegates was gekozen, erg voorbarig om al te zeggen dat de campagne gelopen was. Nee, goed. Maar hadden jullie dit verwacht? Want... No way. Wel, dat hij zwaar ging winnen in het zuiden wel. Een aantal verrassingen. Massachusetts, Minnesota ook. Dus hij moest minstens de doelstelling halen van te vermijden dat Bernie Sanders zijn voorsprong zo groot zou laten uitlopen dat hij niet meer in te halen was door het proportionele systeem van de toekenning. Maar hij heeft natuurlijk veel meer gedaan dan dat. Anderzijds zou ik ook willen waarschuwen dat we nu niet meteen in het derde narratief komen van deze voorverkiezing. Zijnde, eerst waren we allemaal aan het spreken over de revelatie Pete Buttigieg. Dan waren we allemaal aan het spreken van de revelatie Bernie Sanders. En nu ineens zou Bernie Sanders over en dood zijn en is het Biden. Maar het is heel erg... Ja, nu spring je zelf al wat. Maar mag zo werkt media. Zo gaat dat nu helemaal. Ja, zo doen wij dat. Niet alle media. Ja. Wij zetten wat, de wat is er zo verrassend? Waarom is het zo verrassend in Texas voor jullie? Ik wil eerst even iets helemaal anders. De ster van de nacht, Bart, voor mij, was Jill Biden, de vrouw van Joe. Want we hebben het beeld niet. Ik heb het gevraagd aan uw medewerkers, maar ze hadden geen tijd meer om het te zoeken. Maar, dus op een gegeven moment doet Joe Biden zijn overwinningsspeech en er springt iemand met een bordje op het podium. Is een soort heckler die zijn eigen boodschap wil verkopen. En het is de vrouw van Joe Biden die er zo gaat voorstaan. En dus, het is een fantastische beeld. Je moet ze eens gaan zoeken online. Het is echt, en Jill is dus eigenlijk op 24 uur de ster geworden. Ze is wel 10 jaar jonger dan Joe. Dus laten we zeggen dat er iets meer leven nog in zit, ook fysiek. Maar dus zijn vrouw die eigenlijk voor hem springt en hem fysiek beschermt, dat vond ik zo een topmoment tijdens die speech. En toch gaan vrouwen in de campagne. We kunnen ze wel even laten zien, hoor. Zit ze er? Het was niet dat fragment wat jij nu beschrijft. Maar het is een ander moment wat misschien wel iets zegt over Joe Biden. Eerst kijken. Ja, met die wissel. By the way, this is my little sister Valerie. And I'm Jill's husband. Oh no, this is not. Oh, you switched on me. This is my wife. This is my sister. They switched on me. Ja, iets minder dynamisch daar, maar echt geloof mij, zij heeft de grapjes gemaakt over de leeftijd natuurlijk. Hij verward. Maar het is niet onbelangrijk emotioneel voor mij dat je dat gevoel dat krijgt. Ron Biden. Ja, maar nee, dat hij is van loser naar winner gegaan. Amerikanen houden van winnaars, dat was met Trump ook zo. En ik denk dat je dat wel op deze nacht gezien hebt, op die Super Tuesday, van oh, er zit leven in Joe Biden en zelfs meer. Is hij in staat om straks Donald Trump te verslaan? Ja, je moet dan toch ook een team, die entourage hebben. En dat zat juist vannacht. Gaat het nu... De campagne is nog lang, hè. Dus, ja, uiteraard. Wat ziet u nog momentum gebeuren misschien? Nee, dat kan van alles gebeuren. Ik denk niet dat Sanders uitgerangeerd is hier. Hè. Maar ik vind het voor de Democraten een boeiende campagne. Mm-hmm. Omdat men nu een duidelijke, stevige, gematigde kandidaat heeft. Ja. En dan de linkse kandidaat. En ook niet alleen het partij-establishment, wat heel vaak wordt gezegd. Want wat ook opvallend was, kijk naar de staat Virginia. Heel interessante staat met heel veel verschillende ideologische achtergronden. Joe Biden heeft daar amper campagne gevoerd. De andere kandidaat hebben daar veel meer geld en tijd in gestoken. En hij wint daar, niet alleen bij zwarten, maar ook bij suburban voters. Dus mensen die gematigd democratisch zijn of zelfs misschien republikeinen die Trump beu zijn. Dat soort publiek. Dus echt het centrum. Dus hij wint daar ook. En dat vond ik ook wel interessant. Virginia is een cruciaal geval, hè, omdat dat een swing state is. He, er zijn een 12-tal staten in de Verenigde Staten die niet consistent republikeins of democraat stemmen. Steeds minder, maar er zijn er nog. Ja. En er waren er 2 in de reeks hier van Super Tuesday en de 2 zijn gewonnen door Biden. Ja. Dat plaatst hem in een stevige positie om
Dan, mag ik nu eens, wacht, we gaan even. Mogen we nu concluderen dat, dat het nu wel, want ja, het moet voorzichtig zijn met conclusies, ja, maar dat het nu wel tussen die twee gaat? Ja, ik denk het wel. Sanders en Biden, dat is een uitgemaakte zaak. En je ziet nu dat niet alleen die partijtop of de partijestablishment, zoals ze 4 jaar geleden heel veel retoriek hebben gehad, ook van de Bernie Sanders aanhangers, van het is de partijtop die ons Hillary Clinton door de strot ramt. Je ziet nu ook heel veel mensen, heel veel kiezers stemmen voor Biden. Dit is niet even een project van de partij. Maar heeft de partijtop er wel voor gezorgd door Klobuchar en Buttigieg onder te overtuigen om zich achter Biden te schrijven? Ja, zij hebben wel druk gekregen. Want dan zou het wel een magistrale zijn. Want er wordt gezegd, oké, van Sanders, daar willen zij niet van weten. Ja, dat vind ik wel een belangrijk punt. Want ik denk dat wij in Europa socialisten nogal gewoon zijn en daar ook wel een enige aanvaarding voor hebben, om het mild te zeggen. Maar je mag dan niet vergeten dat... Enige. Ja, dat in de... Humor mag hier, hè. Woordkeuze, ja. Dat in de Verenigde Staten is dat toch echt niet evident. Ja. En als je dan gaat kijken wat Bernie eigenlijk echt ten gronde wilt. Ja, wat mij betreft is dat, ik ga niet zeggen even populistisch als Donald Trump, maar het zit toch behoorlijk ver aan de andere kant van het spectrum. En ik denk dat eerlijk gezegd, het enthousiasme dat wij in Europa daarvoor hebben, dat je dat in Amerika niet mag mispakken. Van veel van die Amerikanen zijn dat beu, dat extremisme. Ja. En zeggen van, wij willen terug naar het centrum. Mm-hmm. Je voelt dat er rond Bernie Sanders ook een dégoût bestaat. En ze hebben nu een alternatief. Dus dat is belangrijk. Wat maakt Sanders bijvoorbeeld zo extreem? Ik noem hem geen extremist, maar neem nu bijvoorbeeld Joe Biden wil de gezondheidszorg van Obama, Affordable Care Act, uitbreiden. Bernie Sanders, ja, we weten nog altijd niet hoeveel dat allemaal precies gaat kosten. Maar dat is dan Medicaid voor. Wereldhandel. Hè? Donald Trump is eigenlijk daarin gekomen en heeft heel het systeem van vrijhandel op zijn kop gezet. En dat is gewoon bijzonder slecht geweest voor ons in Europa. Wat denk je dat er met Bernie Sanders zal gebeuren? Dat hij zegt, we gaan terug helemaal in een WTO stappen, we gaan met China alles terug regelen. Integendeel, als je goed gaat kijken wat hij daar zegt, dat is exact hetzelfde als Donald Trump. Dat is, wat wordt dan het verschil met Biden? Biden staat, is zoals jullie ook al wijzen, een paar keer op die hoge leeftijd. Ja, hij belooft toch heel veel emotie, terugkeer naar de jaren van ratio, van goed fatsoen. Hij ziet zichzelf meer als een overgangsfiguur in plaats van de grote revolutie te preken. Mm-hmm. En dat heb ik gemerkt vorige week door veel naar South Carolina te bellen. Dat trekt ook die oudere kiezer aan. Die zegt ik, en zeker ook die oudere zwarte kiezer die geen zin heeft na jaren van segregatie, racisme enzovoort, om de 4 jaar een nieuwe kandidaat te zien met heel grote beloftes. Hè. U zei het al, mensen houden niet van heel grote beloftes, ze willen realiteitszin. En dus is hij dan een safe bet voor heel veel mensen. En voor veel meer, denk ik, dan alleen die zwarte kiezer. Dat zie je dan daarom in Virginia. Dus Bernie Sanders schrikt heel veel mensen af en kijkt naar zijn eigen achterban. Die jongeren zijn niet massaal gaan stemmen, hè. Zeker niet in het zuiden. Dus die jonge achterban van Bernie Sanders... Hoe komt dat? Ja, dat is typisch. Hij heeft een meer kwetsbare achterban. Hè, hoe komt dat? Ja, ik denk dat die jongeren sneller afhaken. Hè, ze heel enthousiast zijn in campagnes. Ja, het lijkt maar zo. Als het dan iets duurzaam wordt van werken of echt gaan stemmen, dat ze dan afhaken. Hè. We hebben dat ook zien gebeuren met de grote protesten van anders globalisten. Hè. Dat was toch wel opvallend in de zuidelijke staten, waar Bernie wist. Ja. Ik heb vandaag was een studie van een prof die zei, als hij de nominatie binnenhaalt, dan heeft hij in vergelijking met, en het is nog heel ver, met Super Tuesday, 11% meer opkomst van die jonge kiezer nodig om een verschil te kunnen maken tegen Trump. Dus dat is toch wel... Ja, er zijn nu... Ik denk, eerlijk gezegd, het wordt sowieso een nog een spannende, knettergekke nek-aan-nek-race. We weten nu, dit is de centrumkandidaat, dit is de linkse progressief Sanders. Maar dan zijn er een aantal factoren die zorgwekkend zijn voor Sanders, zoals die opkomst van die jongeren die tegenviel in sommige zuidelijke staten. En Biden heeft heel veel voordelen. Ja. Momentum, Bloomberg stapt eruit. Ja, waarom denk je dat nu nek aan nek wordt. Ik denk dat Bernie Sanders echt wel een tik gehad heeft vannacht en dat er het geloof van Bernie die dat kan winnen... Wel, op de lange termijn, Wouter, tot juni. Je hebt nog heel veel grote staten. Michigan en Florida zijn. Ik denk dat we die campagne toch ook anders moeten bekijken. Hè. Ik denk dat het nogal duidelijk is dat Joe Biden betere kansen heeft tegen Trump dan Sanders. Dat is duidelijk. Is dat zo? Ja, dat denk ik zeker. Zeker als hij een zwarte running neemt. Als hij een Afro-Amerikaanse vice-president kiest. He, ik denk dat dat hem... 4 jaar geleden, en het is wat het is, die peilingen toen. Maar toen was er maar één die er kon winnen van Trump. En dat was Sanders. He. Is dat vandaag anders? Ik denk niet dat dat nog gaat,
opgaat. We kunnen daarop ingaan. Maar wat ik wil zeggen is wat anders. Het is ook een manier van naar de campagne te kijken. Want als men naar hun posities kijkt, sociaal-economisch en dan progressief-conservatief, eigenlijk Biden verschilt niet zoveel van Trump. Die is iets minder rechts, sociaal-economisch. En die is iets minder conservatief. Maar die zit in hetzelfde politieke kwadrant ongeveer. Jawel. Nu doen we alsof dat Donald Trump een rationeel figuur is. Die allerlei ideologieën omzet in politiek. Hij heeft van zijn partij een uiterst rechtse partij. Ja, maar goed. Als je kijkt naar de positie die ze hebben in de en Sanders staat daar diametraal tegenover. Ja. En zeggen links, socialist, eigenlijk moesten Sanders zitten in Europa. Ja, die zou tot de linkervleugel van sociaaldemocraten behoren. Maar zo noemt hij zichzelf ook, een democrat. Maar met een belangrijk verschil. We zitten in Amerika, in het centrum van het kapitalisme. Dat betekent dat die mensen die daar links zijn ook standpunten hebben over Wall Street, over het opdelen van de cybergiganten, over het herreguleren van de financiële markt, waar je hier bij onze linkse partij niks over hoort. Dat speelt daar een belangrijke rol, bij Elizabeth Warren, maar ook bij Sanders. Dus het zijn een ander soort linkse dan onze linkse, toch? Ja, populisten. Maar niet noodzakelijk populistisch. Bernie Sanders is toch een populist, als je dat niet kan zeggen. Wie maakt er volgens jullie het meeste kans om Trump te kloppen, vanuit het standpunt van de Democraten bekeken? Ja, de gemiddelde peilingen door Real Clear Politics zei dat elke kandidaat Trump kan verslaan, maar... Ik kijk even niet naar peilingen. Mijn buikgevoel zegt Joe Biden. Ja. Veel serieuzere mens. Sorry. Maar het duurt gewoon nog heel lang. Ik weet niet of het in aantal delegates een echte nek aan nek wordt, maar het gaat gewoon nog een hele spannende strijd worden tussen Sanders en Progressie. President worden, mevrouw? Ik denk, ik heb genoeg... We willen een naam. Dat we een federaal regering hebben. Nee. Wat mij wel opvalt aan die Sanders, is, ik heb dat er straks ook aan de professor gezegd, dat die man doorheen die 40 jaar wel consequent zijn verhaal brengt. Dat moet het toch... Dat apprecieer ik wel. Consequentie in de politiek. Dat heb ik helemaal niet gezegd, want ik sta daar... In Amerika noemen ze dat een communist. Dat is een grapje over Sanders. Ik sta daar mijlen ver van qua gedachten. Goed, maar als ik heb daar een reportage van gezien. Ze hebben beelden laten zien van hem van 40 jaar geleden. Die zegt nu eigenlijk exact hetzelfde. Maar is dat iemand die kan samenwerken? Die ziet er ook hetzelfde aan. In de politiek. Dus wie mag er president worden? Ik ga me daar niet mee moeien. Ik heb hier genoeg van. We hebben een endorsement van Bernie Sanders gehoord. En we gaan ervan uit dat Trump gemakkelijk te kloppen is, wat ik niet denk. Hè. Nee, maar goed, we zijn nog zo nog ver weg van november. Eerst nog een conventie, eerst nog ook heel belangrijke verkiezingen in Michigan. Ja, en eerst nu extra time koers. Want, extra time. Ja, het is echt, je zit te wachten in de rooks. Dank je wel voor jullie komst. Heel fijn dat jullie er waren. En u bedankt voor het kijken. Maar Ruben van Guchten zit klaar, dames en heren. Tot morgen.